Wauw, dit gaat mijn nieuwe favoriet worden. Ik ben er zo fan van en dat voor maar 1 euro. Helemaal en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. In de video voor vandaag is het tijd dat ik deze Action Lipsticks ga testen. Ik had een tijdje geleden dat ik ze in mijn shoplog laten zien en ik kreeg veel leuke reacties dat jullie heel erg nieuwsgierig zijn naar deze lipsticks. En dat snap ik heel erg goed, want ze zien er in de verpakking echt prachtig uit. En ze kosten maar 99 cent. Mocht je hier nieuw zijn op mijn kanaal, vergeet je dan zeker niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Dat kan op de rode button die je hier beneden ziet. En daarnaast zie je ook een belletje staan. Zodat je van mij geen video meer hoeft te missen. En laten we nu maar gewoon snel gaan beginnen met het testen van deze lipsticks. Ik heb alle lipsticks meegenomen die ik in het schap zag hangen. En dat waren dus deze 5. Ik denk dat er nog wel meer zijn, maar in mijn filiaal waren alleen maar deze lipsticks. En ik dacht, nou weet je, 5 is op zich ook wel genoeg om in deze video te testen. Ik heb 2 verschillende liquid lipsticks en 3 verschillende gewone lipsticks. En het zijn vrijwel allemaal een beetje nude-achtige tinten. Ik vind de verpakkingen er echt wel heel erg mooi uitzien voor 99 cent. Het is gewoon een kartonnen verpakking die zo in het schap hangt. Maar het ziet er toch nog best wel netjes uit. Voor de rest, op de achterkant van de verpakking staat wat informatie, maar het is niet heel erg spannend. Er staat gewoon op vloeibare lipstick met een matte finish. Meer dan dat is het eigenlijk niet. En dit is dus de verpakking zelf. Ik vind de verpakking zelf wel echt heel erg basic en niet per se heel mooi te noemen. Maar ja, wat kan je voor 99 cent verwachten? Het is wel gewoon, weet je, het is een prima verpakking. Je ziet gewoon hier de liquid lipstick door. Het logo van Max & More staat erop. En gewoon een standaard applicator. Ik ga in ieder geval alle kleuren even swatchen. En dan ga ik van de liquid lipstick 1 de hele dag dragen. En van de normale lipstick ga ik ook 1 lipstick de hele dag dragen. En dan ga ik jullie laten weten wat nou ook de kwaliteit is van deze lipsticks. En dit zijn dan de verpakking van de normale lipsticks. Ik vind deze er eigenlijk nog best wel leuk uitzien. Ze voelen wel echt heel erg cheap aan. Maar ja, ze zijn ook heel erg cheap natuurlijk. Ik vind ze er wel heel erg leuk uitzien. Doordat je de kleur hier aan de buitenkant er nog hebt zitten. Dus als je ze gewoon zo op de kop in je make-up stash bijvoorbeeld doet, dan kan je ze wel makkelijk weer uit elkaar houden. En als je de huls zo open doet, zien ze er zo uit. Vind ik ze er ook wel echt mooi uitzien. Maar dan is het nu natuurlijk tijd om ze even te swatchen. Ik ga ze hier gewoon maar lekker op mijn hand swatchen. En ik begin met de liquid lipstick. En ik heb hier de eerste kleur. Even kijken welke kleur dit nog maar weer was. Dit was de kleur blush. Een hele mooie roze kleur. En hij ziet er gelijk super goed gepigmenteerd uit. Dus dat belooft al heel veel goeds. En ik heb hier de tweede kleur. Dit is de kleur Shy. Dit is denk ik wat meer mijn kleur. Want dit is wat meer een soort van bruine kleur. En dan ga ik natuurlijk ook nog even de gewone lipstick swatchen. Die swatch ik er gewoon naast. Dit is de eerste kleur. Deze ziet er zo mooi uit. Dit is de kleur Rusty Rose. Dit is denk ik echt een kleur voor mij. En dan hebben we hier de volgende kleur. Dit is de kleur Coral Crush. Wat meer, nou ja, de naam zegt het al, koraalachtige kleur. Een soort van oranje kleurtje. Het zou denk ik wel heel erg leuk kunnen zijn voor in de zomer. We gaan in ieder geval verder met de derde kleur. En dat is de kleur Muffin. En dit is een best wel, ja, donkere nude-achtige tint. En die zie je hier. Echt heel erg donkerbruin zoals je kan zien. Ik vind het er eigenlijk echt wel heel erg goed uitzien. Ze zien er echt heel erg mooi gepigmenteerd uit. Dus ik hoop gewoon op de lippen dat ze ook heel erg hoog gepigmenteerd zijn. Maar ook fijn aanvoelen. Maar dat is wat we nu gaan zien. Ik ga in ieder geval beginnen met de liquid lipsticks. En daardoor met de gewone lipsticks. Zo, deze is echt wel hoog gepigmenteerd hoor. En dit is dan de eerste liquid lipstick. De kleur is niet helemaal mijn ding. Ik hou gewoon van lipsticks die iets minder roze zijn dan dit. Ik vind hem er wel mooi uitzien, maar ja, de kleur is gewoon niet helemaal mij. Maar qua substantie ziet het er wel echt super goed uit. Ik heb nu 1 laagje aangebracht. Bracht super makkelijk, super simpel aan. Kon hem heel erg mooi strak aanbrengen. En hij was in het begin natuurlijk best wel vloeibaar. Maar hij is nu helemaal opgedroogd en hij ziet er nu helemaal mooi mat uit. En hij voelt tot nu toe ook nog echt super comfortabel aan. Ik zie geen droge velletjes of wat dan ook. Ik ga deze lipstick natuurlijk nog de hele dag testen. Maar niet voor vandaag, maar de eerste swatch van deze lipstick. Wauw, deze ziet er echt mooi uit. Nog even weer een beetje de beauty blender eroverheen, zodat ik geen lelijke restjes heb van de lipstick. En dat mijn lippen gewoon helemaal, ja, kleurloos zijn. En dan ga ik nu verder met de tweede liquid lipstick. Dit is dus de liquid lipstick in de kleur Shy. En ik denk dat dit wat meer mijn kleur is. Ja, deze kleur, dit is echt meer mijn ding. Ik hou echt van zulke soort kleurtjes. Ik vind het bij mijn lichte huidskleur een hele mooie nude kleur. Dit is natuurlijk ook wel een beetje een soort van roze, maar niet zo roze als die vorige was. Qua textuur, substantie en hoe die aanbrengt, is hij gewoon natuurlijk exact hetzelfde als de vorige. En dan is het nu natuurlijk tijd om verder te gaan met de gewone lipsticks. Ik ga nu de kleur Coral Crush aanbrengen.
ook wederom niet helemaal mijn kleur. Dit is gewoon net eventjes iets te oranje voor mij. En dat is dan wel weer een nadeel aan de verpakking. Want toen ik deze in de verpakking zag, toen dacht ik, oh, dit is gewoon een mooie nude kleur. Ik vond hem een beetje een soort van roze zo lijken in de verpakking. Maar nu ik hem eenmaal op heb, dit is gewoon veel meer oranje dan ik echt had verwacht in de verpakking. Dus dat is dan toch wel weer een beetje een nadeel daaraan. Maar dat is natuurlijk een voordeel voor jullie. Want jullie zien natuurlijk deze video en kunnen dan beoordelen of het een mooie kleur is of niet. Hij voelt wel fijn en comfortabel aan. Maar ik twijfel een beetje hoe lang deze gaat blijven zitten. Maar daar gaan we natuurlijk straks achter komen. Nu is het in ieder geval tijd voor de volgende kleur. Dus ik ga nu in ieder geval verder met de kleur Muffin. En dit is dus de volgende kleur. Wel een hele mooie kleur. Wel echt heel donker. Ik merkte wel bij deze lipstick, dat was toch een beetje anders dan de lipstick hiervoor, dat hij nog meer romig is. Waardoor ik het haast gewoon moeilijk vond om hem aan te brengen. Hij gleed zo over mijn lippen heen dat ik het gewoon heel moeilijk vond om hem echt strak langs de randjes te doen. Dus ik weet ook niet hoe strak hij er nu op zit. Maar volgens mij heb ik het wel eens netter gedaan. En ik vind het bij deze lipstick ook wel iets meer opvallend dan bij de vorige. Dat ik hem niet helemaal mat vind. Komt misschien ook door de belichting die ik nu gebruik. Maar je ziet wel echt dat het niet echt volledig een matte lipstick is. Ik vind deze op zich wel mooi. Maar ik vind hem niet heel speciaal genoeg ofzo. Ik vind hem niet echt een wow effect hebben. Dus ik hoop dat de lipstick die hierna komt dat wel heeft. Tijd dus voor de laatste lipstick. En dit is dus de laatste kleur van het rijtje. Ik vind deze er ook echt weer heel erg mooi uitzien. Wederom vind ik hem niet echt mat op de lippen. Ik zie toch een soort van shine of zo er doorheen komen. En dat vind ik wel een klein beetje jammer. Want ik had echt wel gerekend op matte lipsticks. Maar buiten dat om, deze is ook echt weer heel erg mooi gepigmenteerd. Voelt heel erg fijn en comfortabel aan op de lippen. Dat voelen ze tot nu toe allemaal. Dus de eerste indruk is echt heel erg goed. En ik ga nu in ieder geval deze lipstick ga ik de hele dag dragen. Ik ga ermee praten, drinken, eten, van alles om deze lipstick goed te kunnen testen. Voordat je verder gaat kijken met deze video, ben ik wel heel erg benieuwd welke kleur van deze lipstick jouw favoriet is. Dus laat even een comment hier beneden achter waarin je vertelt welke kleur van deze allemaal jouw favoriet is. Ik heb de lipstick nu heel wat uren op. Ik heb er ook mee avond gegeten. Maar ik vind hem er niet meer heel erg mooi uitzien. Hij is gewoon van kleur veranderd ofzo, heb ik het idee. Hij was veel meer nieuw toen ik hem aanbracht en nu is hij bijna een soort van roodachtig. Maar op zich, hij zit er nog best wel mooi op. Behalve dat hij aan de binnenkant echt is gaan slijten. Als ik zeg maar zo van dichtbij film, dan zie je dat de randjes op zich nog goed erop zitten. Maar aan de binnenkant zit niet heel veel meer op. Maar ik moet wel zeggen, ik vind hem er niet heel lelijk uitzien. Dus ik zou hem zo kunnen bijwerken en dan kan ik weer een aantal uurtjes verder. Maar ja, ik vind het wel gek dat de kleur wel een beetje veranderd is. Vandaag is weer een nieuwe testdag voor een nieuwe lipstick van de Action. Ik draag vandaag de liquid lipstick, de kleur Shy. Ik vind hem op deze manier echt super mooi. Past helemaal bij mijn look voor vandaag. Ik vind hem echt qua kleur echt prachtig. Het pigment is echt weer wauw. En ik ga hem vandaag dus de hele dag testen. Het is nu wel een beetje het einde van de dag. Ik heb namelijk de hele dag gewerkt, gewoon lekker make-uploos. En aan het eind van de middag heb ik me opgemaakt met deze liquid lipstick. Want ik ga nu naar een vriendinnetje en dan gaan we even samen eten. En dan hebben we nog een hele avond voor de boek. En ik ben heel erg benieuwd hoe goed die dan blijft zitten. Dus dat ga ik nu testen. Het is nu inmiddels 's avonds laat. Ik zit weer in mijn auto op dezelfde parkeerplek. Maar het is nu gewoon echt donker. Maar de lipstick heeft het nog best goed overleefd. Ik pak er even een spiegeltje bij. Zo lekker in een spotlight. Ja, je ziet wel echt een beetje dat hij is gaan slijten. Maar over het algemeen zit er eigenlijk nog best wel een goede kleur op. Ik ga het nog een keer proberen te testen op een dag dat het gewoon nog weer licht is aan het einde van de dag. Want het is wel een beetje lastig te zien. Maar ik vind niet dat hij lelijk is gaan slijten. Ik vind dat hij hier eigenlijk nog best wel mooi op zit. Ik heb vandaag weer de hele dag de liquid lipstick van de Action op. Ik heb vandaag een lekker filmdagje voor YouTube. Maar ben tussendoor uiteindelijk ook best wel veel aan het eten. Best wel veel aan het praten natuurlijk. Omdat ik video's aan het opnemen ben. En de lipstick echt, wauw, dit gaat mijn nieuwe favoriet worden. Kijk ook hoe mooi, ja, ik wil geen complimentjes vangen of wat dan ook. Maar kijk hoe mooi deze kleur bij staat. Ik vind het zo'n perfecte kleur voor mijn huidskleur. Echt mijn nieuwe favoriet. Deze komt sowieso in de volgende aanraders en afraders video. Want deze liquid lipstick, mwah, echt geweldig. Ik ben er zo fan van. En dat voor maar 1 euro. Dit is gewoon echt bizar, toch? Ja. Ik ga zo meteen nog even lekker avond eten. En dan ga ik ook zeker eventjes laten zien hoe de lipstick er dan nog op zit. Ik ga nu dus nog even sporten. En ik ga wel de lipstick er even afhalen. Ik heb dus net avond gegeten en hij zit er echt gewoon nog steeds best wel goed op. Hij is een beetje gaan slijten hier aan de binnenkant. Ik hoop dat je dat een beetje kan zien. Als ik mijn lippen een beetje zo hou, dan zie je hier dat het een beetje, ja, is gaan slijten. Maar ik vind het er eigenlijk nog steeds best wel mooi op zitten. Zoals je merkt ben ik echt super tevreden over de lipsticks. Met name de liquid lipsticks. De gewone lipsticks zijn mooi, maar de liquid lipsticks zijn echt
prachtig. Dus bij deze wil ik ook graag de video afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie je graag bij de volgende video weer. Doei!